goed is. Leuke Sinterklaasliedjes gezongen. U bent hier al vaak geweest, al heel vaak. Maar voor mij is het de eerste keer. U kent de kinderen al, en dus ik ga graag met u in gesprek over de kinderen. Het is heel leuk, geweldig wat de kinderen allemaal hier. En we zijn heel erg blij dat u er bent. Nou, ik ben ook blij dat u er bent. Ja. 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 Want zonder u hebben we geen kerkdiensten meer. Nee, precies. Ja. Maar het ziet hier zwart van de mensen en zwart van de Pieter, daar ben ik heel erg blij mee. En al die blije gezichten. Nou, het is hartstikke mooi. Het is één groot feest. Ja, ik ben ook elk jaar blij dat ik hier terug mag komen. Ja, zeker. Ja. Hoi. Het is wel een beetje koud. Ja, wel een beetje koud, maar beetje als we dicht bij elkaar staan, dan is het toch lekker warm. Zo, waar is mevrouw Elsnab hier? Hier is al weg, hier is al aan de sportauto. Hè? Oh. Kijk. Oh, dat is mooi. Ja, mooi. En dan sta je met de microfoon natuurlijk. Ja. Wou je wat zeggen? Ik kan best wat zeggen. Hallootjes allemaal. Hallo. Wat fijn dat het zo druk is hier op de Loswal in Millingen. Ons paardje Ozo Snel heeft vandaag een dagje rust gekregen. Vannacht al hard moeten werken. Dus vandaar dat we ook met de boot konden komen. En ja, ik wilde wel met de trein komen, maar dat gaat de Millingen helaas niet. Dus vandaar dat we toch met de boot deze kant op hebben kunnen komen.
Wat leuk, ik denk dat we snel naar de sporthal gaan. Of had er nog iemand anders ook gaan? In de sporthal. Deze meneer met die mooie ketting die praat in de sporthal. Nou, tot zo allemaal. Papa kwijt. En hoe heet je dan?
Want we zitten allemaal in de weg. Misschien een vriendel in het jaar. Doordat de wereld van je lijkt. Kom nog even bij ons. En we laten buiten buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij dat we zijn. Sinterklaas van harte welkom heten in Millingen. En wat fijn dat u weer bij ons bent. Want wat hebben we hard moeten zingen voordat u hier was. Maar dat geeft niks, nu bent u er. En ik heb begrepen dat u een welkomstwoordje had en meneer de burgemeester ook. Dus als Marco die heeft de microfoon nu geven, geef ik de microfoon aan de burgemeester. Ja, dankjewel. Jongens en meisjes, Sinterklaas die is er weer. We hebben net met een heel aantal aan de loswal gestaan. En daar in de verte, daar kwam de boot aan. Ik had me daar wel een beetje zorgen over gemaakt.
Want ik zag u op de televisie, Sinterklaas, in een trein. En ik dacht, hoe moet dat nou in Millingen? Want wij hebben helemaal geen spoorrails. Zou Sinterklaas dan niet komen? Maar ik ben hartstikke blij dat u hier toch gewoon met de boot bent gekomen. Zoals altijd. Op de losval bent u welkom geheten door onze nieuwe pastoor. Hier wil ik het eventjes doen. Ik ben blij dat u er bent. Ik ben alleen bang, Sinterklaas, dat u het de komende dagen heel erg druk gaat krijgen. Want ik heb gehoord dat er in Millingen helemaal geen stoute kinderen zijn. En ik heb in de boot gezien dat er heel veel cadeautjes liggen. Dus ik reken erop dat u de komende weken over de daken moet rijden met uw schimmel en al uw pieten. Want stoute kinderen, die zijn er, geloof ik, niet. Alleen maar lieve kinderen. Ja, dat had ik ook begrepen, meneer de burgemeester. Millingen is een heel lief dorp. En ik heb net al ontzettend veel mooie tekeningen mogen ontvangen. Dus ik ben hartstikke blij dat ik ook in het mooie Millingen met de boot mocht komen. En dat we met de boot konden komen, dat is natuurlijk omdat mijn paardje ook zo snel vanavond weer op pad moet. Dus vanmiddag lekker kon rusten. En dan komen we toch over het water naar het mooie Millingen dorp. Ja. Maar wat fijn dat ik al de meeste van jullie al op de losval heb mogen zien. En wat leuk dat jullie allemaal achter mij aan zijn gelopen. Deze kant op om hier met elkaar het Sinterklaasfeest te gaan vieren. Ja. Sinterklaas, meneer de burgemeester, meneer pastoor, van harte welkom. Ik had u helemaal niet gezien. Van harte welkom. Het is wel zo, de kinderen zijn wel zo zenuwachtig en zo druk. En zo blij dat u er bent, want daarom zijn ze zo druk, Sinterklaas. Het is niet te stoppen meer. Het zijn net stuiterballen, zie je. Ik denk dat ze wel een beetje lijken op skippyballen. Ja, en dat is ook wel zo. Maar we gaan eens even, Els. We hebben natuurlijk voor onze eregast en eregasten een hele mooie plek. Wij hebben een prachtige stoel voor Sinterklaas. En twee iets minder prachtige stoelen voor de burgemeester en meneer pastoor. En Sinterklaas, waar is je hoofd, Piet? Nou. Ja, Piet. Het was een lange treinreis. Maar dat wil niet zeggen dat je alles kunt laten varen, hè? Ah. Neemt de plaats, Sinterklaas. Nu, mooie troon. Ja. Hij is ook, ja, dit is de beste plek, hoor. Een hele best, zaal. Best. Echt. Oh, er komt weer een Piet aan. En Sinterklaas, wij gaan het programma beginnen. En dat is met een hartstikke mooi pietenlied. En wie het kent en wie de danspasjes kan, die mag natuurlijk meedoen. Want we gaan beginnen met het pietenlied Sinterklaas Skippybal. Ik ben benieuwd, jij ook? Ja, ik ben altijd benieuwd. Ik ben altijd heel benieuwd. Ik weet maar dat voor de helft dat ze moeten hebben. Dan gaan we beginnen met Sinterklaas Skippybal. Hier is Rolpiet, wie heeft een zwaar feestje? Kijk maar nooit, hele grote cadeautje chocola of speculaas. Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Yo, 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 yo. Zoeken, hoor ik tussen het gesmak. Zeg lieve Sinterklaas, wat zit er?
Sinterklaas. Yo, 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 Sinterklaas, pepernoten, hele grote, cadeautjes, chocola, speculaas. Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Marco, dat is even hard werken. Nou, nou, nou. Dit hebben ze de hele bootreis van Willemijn. De hele boot ging van links naar rechts. En dat bleef niet aan de linkerkant hangen, want het ging echt heen en weer. Ja. Zelfs ik ben er moe van. Hoe vaak hebben ze dan al niet geoefend, kinderen? Nou, ik ben er nou ook wel een beetje moe van. Ja, maar nou, knap dat de Zwarte Pieten zelfs weten wat links en rechts is. Ja, je nou, weet, dan ga je de verkeerde kant op. Het grappige was, voor de zaal gingen ze verkeerd om, maar dat maakt niet uit. Maar weet je wie er nog meer geoefend hebben, Sinterklaas? Nou, kinderen voor. Van kinderen van groep 1 en 2. Oh. Van de Martineschool. Dat zijn de hele kleintjes. Dat zijn de hele kleintjes. Dat zijn de... Kijk, daar staan voor mij aan, begint alleen te juichen. En die gaan we even naar voren halen. Oh, leuk. Ja? Dan ga ik alle jullie mooie namen oplezen en dan kom je gewoon naar het podium. Dus ik heb Feline, Stijn, Marley, Shane, Liv, Zoe, Tess, Finn, Cas en Arian. Dat zijn er een heleboel. Dat zijn er een boel. Dat zijn er 2, 4, 6, 8, 10 stuks. Kom maar hier op het podium staan. 1, 2. Dus kom van alle kanten. Kom van alle kanten. Ja. Ach, en allemaal ook zo leuk verkleed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het moet er 10 zijn, we hebben de helft. En we hebben nummer 6. En dan komt er nog eentje vanaf de zijkant. En daar vanaf de voorkant. Ja, Cas. Ja, en uiteindelijk eindigen we met 10 of 11. Dan maak je, ga er maar bij staan. Smart. 2, 4, 6. Ik mis er nog eentje. Kijk, daar is nummer 10. Sinterklaas, weet je wat ze gaan doen? Nee, maar dat kan jij mij nu vertellen, denk ik. Omdat u er bent, doen zij de welkomstdans voor Sinterklaas. Oh, wat een... Zie
de Sint die komt eraan. We maken er een feestje van. Ga allemaal maar staan. En we doen de welkomstdans. Kinderen op en neer, schud je billen heen en weer. Gooi je handen in de lucht voor Sinterklaas. Hey, hey. Draai een keertje in een rond, maak een buiging tot de grond. Ja, wij doen de welkomstdans. Spring maar op. Ik kreeg dat niet meer voor elkaar. Nee, maar super gedaan. Nou, het was fantastisch. En weet je wat ik zo knap vond, meneer Marco? Zeg Vincent. Dat volgens mij groep 1 en 2 nog helemaal niet leest. En toch waren ze letters aan het uitbeelden. Dat is wel heel knap. Heel knap, hoor. Nou, daar verdienen ze wel iets voor, hè. Dat krijgt toch. Jullie mogen dan... We hebben iets meegenomen voor. Ja, jullie mogen alle... De kinderen die opgetreden hebben bij Sinterklaas komen, gaan we naar Sinterklaas toe. Om de beurt en dan krijgen jullie van Sinterklaas als bedankje misschien wel het eerste cadeautje van het jaar. Maar ik ben wel onder de indruk van deze dames en heren, Marco. Wauw. Ze waren met z'n tienen en dat hebben ze ook wel bewezen. Nou, kijk uit met het trapje. Ah, dat ging goed. Hé, maar terwijl, ja, kanjels zijn het. Zo, springen. Voorzichtig met het podium. En Sinterklaas, nou zijn de kinderen van groep 1 en 2 geweest. En dan kunnen de Pieten natuurlijk weer niet achterblijven, hè? O jee, is het weer zover? Ja, ze wilden graag zo vaak optreden. Nou, meneer Marco, ik ken dit liedje. Het is echt een heel leuk lied. Oh, is het uw eigen favoriete liedje van... Ik heb hem zelf uitgekozen. Ah, vandaar dat ze zo hard geoefend hebben. Jazeker. En kunnen de kinderen meedoen? Ja. Oh, dat is een hele duidelijk ja. Dus kinderen, Pieter, kom allemaal naar voren voor jullie optreden. Kinderen, jullie mogen allemaal meedoen. Want wat gaan we doen? Ik dacht links, rechts, voor en achteren. Het Pieterlied, links, rechts, voor en achteren. Let op, hè. Hey!
Ik dat, zie een heuse polonaise ontstaan daar. Wat een leuk liedje is het toch. Ja, Sinterklaas, het was uw eigen keus, dus u kunt niet zeggen dat het geen leuk liedje was, hè? Daarom ook. En een leuk dansje, Sinterklaas. Geweldig. Ja, en het dansje is ook zo gemaakt dat de Zwarte Pieten het ook snappen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Maar hebben jullie gezien, Sinterklaas, dat er achter zelfs een heuse polonaise was? Oh, met nee. Mini-Sinterklaasjes, mini-Pietjes, echte Pieten, alles liep mee in de polonaise erachter. Oh, dat zag ik niet, maar weet je wat ik wel zag, mevrouw Els? Ik zag daar een paar grote kinderen zitten die nog niet zo goed wisten wat links en rechts was. Oh, wacht even. Dus Sinterklaas, u bedoelt dat er kinderen in de zaal zijn die nog niet weten wat links en rechts zijn, maar wel groot zijn? Steek ja. Iedereen de linkerhand eens omhoog en jullie allemaal aan die kant. Ik zie het probleem, Sinterklaas. Ja. Ik zie hem ook, ja. Zag het ook. Absoluut. Sinterklaas, we krijgen nou wel een heel goed nieuw optreden. Dus ik wil heel graag naar voren hebben, alle kinderen van groep 3 zouden komen optreden. Dat zijn Stijn en Emily, Jesse, Sam, Jason en Hidde. En die kinderen wil ik graag hier naartoe hebben, want die hebben ook een prachtige dans voorbereid, Sinterklaas. Mooie medailles. Oh, wat ben jij snel. Ja, Stijn. Kom maar deze kant op, kom maar een stukje Jason, deze kant op. Staan. Emily, je hebt gezien. Ja. Hallo, vertel jij eens even aan Sinterklaas hoe jij heet. Sam, Hidde, Stijn. Wie ben jij? Jason. Emily. Jesse. En Jesse. En dan hebben we ze allemaal, we hebben zelfs een dubbele Stijn. Hoe kan het, hè? De wereld is nog niet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Let op, als jullie een beetje deze kant op komen, dan heb je iets meer ruimte om te dansen. Goed zo, want anders valt er dadelijk een van het podium af. Moeten we niet hebben. Kijk. En als we dan de muziek gaan starten, dan kunnen deze kanjes even laten zien wat ze kunnen. Wij ik ben benieuwd. Wij zijn Pieten. Wij zijn Stoere Pieten. Wij zijn Pieten. Wij zijn Stoere Pieten. Dans mee de Pietenvaart. We zijn de Stoere Pieten. We roepen Stoere Pieten. Stoere Pieten. We roepen Hippe Pieten. Hippe Pieten. We roepen Koele Pieten. Koele Pieten. We roepen Gave Pieten. Gave Pieten. Wij de Pieten zijn elk jaar een mega grote hype. Dit jaar dansen we allemaal. Daken op, zit een baantje in galop. Cadeautje hier, cadeautje daar. Zo doen wij dat elk jaar. De Pietenstijl, de Sint-Poel. Elk jaar een nieuwe crew. We zijn de Stoere Pieten. We roepen Stoere Pieten.
Nou, ze moesten er even inkomen, maar een applaus voor deze kanjes. Ja, want jullie hebben het keigoed gedaan, jongens. Super. Ik denk dat Sinterklaas ook voor jullie wel een handje heeft en iets moois. Ja, dat denk ik ook nog wel. Nog eventjes naar Sinterklaas. Maar misschien is het leuk dat als ik een cadeautjes geef, misschien iedereen even een liedje kan zingen. Oh, een leuke liedje zingen, ja. Een leuk liedje. Ja, dat is altijd leuk. Ik vind het altijd leuk. Toch? Ja. Wie kan er een liedje zingen voor Sinterklaas? Ja? Dan krijg je van mij de microfoon. En als je een leuk liedje weet... Ik zou de makkelijkste nemen. En als je niet durft, dan doet de volgende wel. Sinterklaas kapoentje, gooi dan in mijn schoentje, gooi dan in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Dat is altijd de kortste, die werkt altijd goed. Hoog rendement. En waar we de volgende. Maar Hidde krijgt een mooi cadeautje. Hidde, heb jij een leuk liedje? Nee. Weet je? Eén liedje met z'n allen, dat is goed. Ja, en dan krijgen wij, dit is Hiep-Papiet. Dit is Hiep-Papiet. Die heeft wel zo hard gesprongen. Nou, dan kijken we. Een mini Sinterklaasje. Nou, hè? En dan hebben we groep 1, 2 en groep 3 gehad. En dan gaan we gelijk door naar... Dan zal nou 4 wel komen. Ja, nou, ik hoop het. Anders hebben we toch een probleem, Sinterklaas. Zullen we gaan voor 4? Dat zullen we maar eens proberen. Nou, dan ga ik eens even kijken. Kinderen van groep 4 met een mooie ronde beurt. Ja, niet allemaal. We gaan ze opnoemen. Het is Guusje, Elin, Chanel, Diva, Melina en Lujane. Als jullie naar voren willen komen. Als jullie naar voren willen komen bij Sinterklaas, ga maar mooi op het. Pak maar de ruimte op het podium. Want jullie hebben ruimte genoeg. En dan mogen jullie, jullie hebben ook heel hard geoefend. Want zij doen de Pietengym. Kom, Pietengym. Ik dacht, er komt geen eind aan.
Hey, prachtige dames. Ik denk dat Sinterklaas hier ook nog een kantje wil geven. Hartstikke goed gedaan. Ik ben er zelfs moe van. Ja. Heel goed gedaan, lieve dames. Nou, hè? Dat mooi zag er keistrak uit. Oh. Jullie zijn echt goed, hoor. Zo. Poef. Ja, we hebben de kinderen van school zijn op. Ja, letterlijk en figuurlijk. De kinderen van school zijn op en de zak is leeg. Ja. Maar ik kan hebben we nu helemaal geen optreden meer? Ja, we hebben al genoeg kinderen nog, maar ja, we hebben nog wel een optreden hoor. Oh, gelukkig. Ja. Want wij hebben ter afsluiting van deze prachtige optredens, komen de Pieten nog één keer voor u dansen, Sinterklaas. Een allerlaatste dans. En ze komen er alweer aan hoor, want ze staan er alweer helemaal klaar voor. En als jullie het kennen, doe vooral mee, want anders kunnen de Pieten de danspasjes misschien vergeten zijn. Want dan gaan ze voor jullie dansen als ik dans. Nou, het woord zegt het al, als ik dans. We gaan allemaal meedansen. Nou, ik zou zeggen, ga los. We zoeken een mama, want dit lieve meisje is de mama kwijt. Oh, daar mama, komt ze aan. Kijk eens. Hier komt de mama aan. Mama. Deze kant. Van links, van links, van links. Kijk eens dan. Van links. Maar ze heeft Sinterklaas een handje gegeven. Zo. Oh, echt. Dit was een heel vrolijke, blije dans. Dat is toch een prachtig, prachtig afscheid, Sinterklaas. Wij kunnen hier ook nog jumpen. Ja, zijn we ook echt heel goed met best gedaan om goed te oefenen. Ik vind het heel, heel knap van al de Zwarte Pieten die zo mooi gedanst hebben. Maar Sinterklaas, ons programma is een beetje ten einde. Ik heb geen optredens meer op mijn briefje staan. Dus
we moeten afscheid gaan nemen, maar dat doen we natuurlijk niet zomaar. Ik denk dat u wel wat wil zeggen tegen de kinderen. Jazeker. Want voordat we dadelijk naar huis gaan, mogen jullie natuurlijk nog eventjes bij mij komen. Kunnen nog even handjes schudden. Ik heb jullie allemaal wat lekkers meegenomen. En misschien nog het belangrijkste om te weten. Jullie mogen vanavond de schoenen zetten. Yay! Allebei de schoenen, Sinterklaas. Allebei de schoenen of eentje? Nou, meneer Margot, ik denk dat jij er maar één mag zetten. Dan doe ik de rechtse, dat is groter. En die van jezelf of die van papa en mama? Want daar is natuurlijk kan meer in. Mogen ze die van zichzelf of die van papa en mama zetten? Ja, dat is wel slim. Maar ik denk dat mijn Piet alleen de kinderschoentjes kan vullen. Oh, dan zou ik toch maar mijn eigen schoen zetten als ik al die jongens en meisjes was. Zeker weten. Nou, Sinterklaas, maar voordat we gaan beginnen, wil ik toch nog een heel hard applaus voor onze burgemeester en onze pastoor. Want ze hebben het toch maar geflikt, hoor. Ja, en wat fijn leuk dat ze er waren. Was. En u mag ook de schoen zetten vanavond. En de rechtse is de grootste, altijd. Dus u mag ook de schoen zetten. Ja, Sinterklaas. Piet, ik heb even hulp nodig. De Sint wil gaan zitten en zijn mooie kleed moet natuurlijk wel heel goed. Piet, help. Oh, kijk. Ja, daar komt de, ja, dat is de kleding, Piet, denken we maar. Hé, dan gaan we dat heel goed afspreken. Want we willen nu allemaal een handje. Maar wil je nou geen handje van Sinterklaas en van ah, die zie ik nog wel. Dan mag je naar de zijkant lopen, dan kun je zakjes snoep halen. Maar wil je nou wel een handje van Sinterklaas, dan doen we dat op een volgende. Eerst de allerkleinste. Kindjes die nog niet op school zitten en nog niet kunnen lopen, die beginnen wel als eerste. En daarna komen er groep 1, en dan 2, en 3, en 4, en de middelbare school 1, en universiteit. Ja, en we gaan een mooie rij maken door het midden. Ja, dat is een mooie.
Ja, kijk eens naar boven.